Nederlandse cleantech-industrie die staat er prima voor. Als je kijkt ten opzichte van een aantal jaren geleden, in 2008 tot 2011, zijn we met 50% gegroeid. Dus dat betekent dat we van 800 miljoen euro toegevoegde waarde naar 1,2 miljard euro toegevoegde waarde zijn gegaan. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Je ziet dus dat er meer dan 300 bedrijven eigenlijk in Nederland ondertussen actief zijn in de cleantech-industrie. Althans, dat hebben we vorig jaar vastgesteld, dus het is mogelijk dat het er ondertussen weer meer zijn zelfs. En je ziet dus dat we meer dan 200 miljoen euro aan R&D uitgeven op dat gebied. Dus in die zin gaat het denk ik heel erg goed en voorspoedig met de cleantech-industrie. In andere landen gaat het misschien nog voorspoediger, dus dat kunnen we misschien nog verder verbeteren. Wereldwijd zie je een groei van een factor 2, hè, dus waar wij zeg maar 50% hebben, is dat in wereldwijd dus nog hoger. China zelfs een factor 4, van 14 miljard naar 60 miljard, dus daar gaat het nog sneller. Dus misschien dat we daar nog iets kunnen leren om te zien hoe we het nog beter kunnen doen. Opvallende ontwikkelingen zijn er denk ik met name twee. Aan de ene kant zie je dus dat er een aantal stukken van de cleantech-industrie al groot genoeg zijn, waar je dus de kostenreductie heel snel ziet gaan. Denk aan wind, denk aan zonnepanelen, waar dat al het geval is. De tweede ontwikkeling die je eigenlijk ziet is dus dat er de breedte eigenlijk ook, dus waar dat de zon en wind dat al heeft gevonden, zie je dus steeds meer industrieën die erin aanhaken en die daar in de toekomst zeg maar, ook een vergroting en daarmee een kostenreductie met zich mee zullen brengen. Nederland zal dus bezig moeten gaan om te zorgen dat ze inspelen op die verbreding waar we het net over hadden. Ze zullen dus niet alleen op wind en op zon zichzelf moeten focussen, maar er zijn een heel aantal gebieden waar Nederland echt een deuk in een pak boter kan slaan. Met wind zijn we natuurlijk met name offshore zijn we daar heel actief. Maar die vloot aan 300 bedrijven die we eigenlijk in Nederland hebben die daarin actief zijn, die zal zichzelf samen moeten pakken om te zorgen dat zij internationaal dezelfde groeidraad oppakken die we bij de andere landen zien. En ik denk daarom kan dit congres kan een hele belangrijke functie daarin hebben. Omdat juist die spelers bij elkaar komen en zichzelf met elkaar juist een stap naar de toekomst kunnen zetten. En elkaar kunnen helpen om die groeislag op te pakken.